rond 1848 heeft iemand voor het eerst een rubberen golfbal ontwikkeld. De zogenaamde Guti heeft golf gerevolutioneerd. De eerste ballen waren helemaal glad, zonder patronen, en die vlogen heel matig. Daarna hebben men uitgevonden dat door de buitenkant met een mes te scheuren, dat de bals aerodynamischer waren en begonnen beter te vliegen. En dat heeft uiteindelijk geleid naar de dimpels dat wij vandaag kennen op een golfbal. De Guti's waren veel goedkoper dan die oude Federis. En dat heeft betekend dat veel meer mensen kon permitteren zich om te gaan golven. Omdat de ballen heel hard zijn, zijn de clubs daar lichtjes aan moeten gaan aanpassen. De koppen zijn wat breder geworden en de nekken wat sterker. Anders gingen die oude feathery clubs allemaal kapot. Rond die tijd is het gebruik van ijzers ook veel populairder. Tussen 1850 en 1900, een typische set zag zo uit. Twee woods, drie of vier ijzers en een putter. En de eerste Nederlandse golfers zou precies zo'n set hebben gebruikt. Met de komst van de nieuwe bal is de swing ook gaan veranderen. De driver van die periode staat wat steiler, minder vlak. En dat heeft betekend dat de swing ook wat steiler is geworden. En omdat de ballen niet zo duur waren, durft men ietsjes meer afstand te maken. En de swing is ook een heel stuk langer geworden. De grip is onveranderd gebleven. De stand is nu open, omdat de Guti's vrij moeilijk waren om hoog te brengen. En men maakt een enorme draai van het lichaam en een hele volle polsknik. En probeert in dat manier meer afstand te creëren. En men met een Guti kon meer dan 200 meter slaan.